de Rotterdamse haven is het een drukte van je welste. En daarom is ieder stuk grond of water gekoppeld aan wetgeving. Dit bord betekent bijvoorbeeld verboden aan te meren. En dit bord betekent hier mag je liggen. Maar in dit stukje van de Waalhaven is dat sinds kort net even anders. Deze locatie is namelijk te gebruiken als of een overslagplaats of als een ligplaats. En de functie kun je aflezen op dit bord, het Dynamisch Scheepvaartinformatiepaneel. Dynamische borden zie je overal. Die worden met name voor wegverkeer toegepast. En het unieke is in dit geval dat ze dus, voor zover bij ons bekend, nooit gebruikt zijn in deze vorm en dan de behoeven van de scheepvaart. We zijn nu bezig met een pilot met een dynamisch scheepvaartinformatiepaneel in de Waalhaven, Pier 4 Noordzijde, waarbij we met één druk op de knop het gebruiksdoel van de ligplaats kunnen veranderen van een afmeerplaats voor binnenvaart naar een overslaglocatie te behoeven van de firma Cargotec. Nou, dat is op zich wel heel erg handig, want dan weet je zodra je daar aankomt of je daar wel of niet mag liggen, terwijl je voorheen altijd moest vragen of die ligplaats inderdaad vrij is voor ons of voor misschien andere schepen gereserveerd is. De pilot in de Waalhaven vindt plaats in overleg met Justitie en Rijkswaterstaat. In de toekomst zouden er meer dynamische borden in de Rotterdamse haven ingezet kunnen worden. Dat heeft vooral als voordeel dat het aanbod van ligplaatsen aangepast kan worden aan de behoeften op dat moment. Nu kan dat ook wel, maar dat gaat even wat minder soepel. Wat we nu hebben is in dit soort gevallen dat er een verkeersteken staat dat je af mag meren. Op het moment dat je dan dus overslag zou willen plaatsen, dan moeten we dus het bestaande verkeersteken afdekken. Vervangen door een ander verkeersteken wat aantoont dat je niet af mag meren. We moeten daarvoor een bekendmaking aan de scheepvaart publiceren, minimaal 6 weken van tevoren. En door deze toepassing kunnen we daar veel efficiënter mee overgaan. We maken eenmaal een verkeersbesluit waarin we alle functionaliteiten van het bord beschrijven. Dus dat betekent 1 keer iets publiceren. En vervolgens kan je dus op afstand de gewenste functionaliteit zichtbaar maken. De pilot met het Dynamisch Scheepvaartinformatiepaneel loopt voorlopig nog. Daarna wordt gekeken of er nog meer dynamische borden in de Rotterdamse haven worden geplaatst.